Hallo, ik ben Siem. Ik ga jullie vandaag de basisdingen van schieten met een recurve bow leren en wat je waarschijnlijk nodig zou hebben. Oké, dus eerst heb je dit nodig. Dat is een armbeschermer voor als je schiet. Dan schiet de pees, schiet niet tegen je blote arm, dus dan doet het minder zeer. Dan iets om je vingers te beschermen. Ik gebruik dit. Gewoon dat zo. Kijk, daar doe je de pees in. Dan voel je het niet, zeg maar. De pees, dat als hij wegschiet, dat het geen pijn doet. Dan. Dit is mijn boog. En de eerste stap die je moet doen bij recurve bow schieten, is leren om je pijlen goed op te doen. Dus je hebt een knock-end aan het eind. Daar. Die moet je rustig op de pees zetten. Totdat je een soort klik hoort. En dan leg je hem gewoon op. Oké. Dan moet je een ankerpunt hebben. Een ankerpunt is iets waar op de plek, zeg maar als je zo doet, is dit waar mijn duim zit, is mijn ankerpunt. Omdat dat de plek is waar de boog vol naar achteren getrokken en waar het comfortabel is om te schieten. Zo kan je ook een ankerpunt hebben, alleen dat gaat helemaal niet goed. Je moet gewoon een ankerpunt hebben dat voor jou het prettigst voelt. Voor mij is het prettigst dit. Gewoon in mijn mondhoek met de knock-end waar je het in het pees doet. Nou, dat is persoonlijk gewoon voor iedereen anders. Dan. Kan je viziertjes erbij bestellen. Deze heb ik er toevallig bij gekregen. Dat zou je kunnen doen. Alleen recurve bow is vooral bedoeld om instinctief te leren schieten. Dus bij recurve bow schiet je meer gewoon met de plek waar je denkt. Je mikt niet echt. Zeg maar als je hem naar achter trekt, kijk je alleen naar je target. Je kijkt bijna niet naar je boog. En dan als je denkt dat je het goed hebt, hoeft alleen maar te kijken naar het target. Gewoon zo. Kijk je naar je target en dan laat je los. En het enige wat je moet doen, bij het loslaten moet je niet. Die is losgegaan, dat is niet handig. Nou, maakt niet uit. Zo, die. Het enige wat je, het beste wat je kan doen, bij het loslaten niet meeveren. Bij het loslaten, eigenlijk het enige wat je doet, is, als je hem zo hebt, zo. Zo. Zodat je dat je pijl niet afremt met schieten. Die fout maakte ik heel vaak in het begin. Dan ga ik jullie nu zo direct laten zien hoe je het puur schieten zelf. En ik weet niet of jullie het al hebben gezien, maar dit dingetje, dat is een silencer, dat maakt het schieten stiller. Daar maak ik ook nog een episode over hoe je dat moet maken binnenkort. Het is heel makkelijk zelf te maken, dus. Oké, tot zo. Oké. Het schieten zelf van de boog. Ik ga jullie zo laten zien hoe je gewoon schiet. En hoe hard deze schiet. Dit is mijn target. Het is gewoon een hele dikke pak piepschuim. Ingerold in goedhoutfolie. Perfect target. Ik kan ook geen kopen, alleen dat kost dan gelijk weer heel veel geld. Ik ga ook nog een episode maken over hoe je targets moet maken. Ik heb verschillende targets nog, maar nu ga ik schieten. Ik ga schieten van 10 meter, ongeveer.
Zo. Dat was het schieten. Ongeveer 10 meter. Vanaf hier. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en dat het nuttig was. Tot de volgende keer.